Is levensgevaarlijk, nee. maar niet als doel om te doden. En dus als nu politici gaan roepen: het is terreur. Ja, dat is ook gewoon. Ja. Het is het gewoon niet. Ook vannacht waren er op 14 plekken langs de snelweg opnieuw boerenacties. Er werden hooibalen in de fik gestoken, afval werd gedumpt. Zoals we hoorden zijn er nu geen files over. Dus moeten we het niet eigenlijk hebben over boerenacties... in plaats van over demonstraties? Ingrid Leijten, hoogleraar constitutioneel recht, denkt van niet. Op Twitter schrijft zij... de demonstratievrijheid is niet absoluut tijd om op te houden... het steeds over demonstrerende boeren te hebben. Dus een, in, inderdaad, niet zeggen demonstrerende boeren, maar bijvoorbeeld actievoerende boeren. Of moeten we daar misschien nog verder mee gaan? Hansje, wat denk jij? Moeten de media hun terminologie aanpassen? Nou, je ziet dat er ook steeds wordt gevraagd, moet het zelfs terreur genoemd worden? En toen dacht ik, nou, ga eens even kijken wat terreur nou eigenlijk precies is. En als je de wet er dan bijpakt, dan is, gaat het toch wel echt over de, het structureel proberen ondermijnen van, van de staat. Nou, dat kan je wel. Hier zeggen. En het is goed dat ik dan niet dat allemaal zelf ga interpreteren, want je hebt dan uh, experts, gelukkig. En Volkskrant en de AD bellen dan gelukkig een expert. Of dat dan terreur is. En Jelle van Buren zegt toch heel duidelijk nee. En dan moet je ook echt niet aan beginnen om dat terreur te gaan noemen. Um, het is zeg maar, zo'n actie op de snel, op snelweg zou natuurlijk le is levensgevaarlijk, maar is niet de bedoeling om mensen iets aan te doen. Het dus is wel ik... de bedoeling om ja. met frustrerende acties... Nou ja, niet iemand te doden. Laten we even duidelijk zijn. Mm -hmm. Het ja. is levensgevaarlijk, maar niet als doel om iemand te doden. En dus als nu politici gaan roepen... het is terreur, ja, dat is ook gewoon... ja, het is het gewoon niet. En je moet ook mee opletten. En ik denk dat media daar over het algemeen ook niet mee, mee uh, ingaan... om het zelf dan terreur te noemen. Dat doen ze dan vaak met quoten. Kom je ook in de buurt. Uh, maar ik, zou, ik denk niet dat snel... Uh, um, kranten zouden gaan schrijven over terreur... of terroristische... Hoeren. Wendelmoed? Nee, dat doen wij ook niet. Maar wat je wel ziet... en uh, die politieverklaringen uh, zijn natuurlijk ook allemaal in alle media geweest... dat die het echt een misdrijver noemen. Uh, dat, ze, dat de acties, uh, gewoon juridisch acties zijn... waar twaalf jaar cel op staat, hè, als mm -hmm. je op de snelweg... Hinderen en die aanrijding die er is geweest. Um, maar wat hier speelt is, denk ik, dat iedereen wil. Kijk, uh, Caroline van der Plas heeft gezegd: dit kan, dit kan niet. Hè, dit in de ergens, uh, tot, tot Rutte. Maar aan de boerenorganisatiekant blijft het nog wat stil. Maar dat zou natuurlijk helpen als ze zeggen: van als daar afstand wordt genomen. Want je, bij iedere protest- of demonstratiebeweging zie je. Dat zag je ook bij corona: dat het uiteindelijk radicaliseren of het trekt radicalere groepen aan. Je ja, LTO, of de stikstofdossier nou hun hoofdmotivatie is om dit verzet te plegen. Dus dat heb ik ook al gehoord in verklaringen. Dat je ziet, uh, is, dit, is het nog één geheel, die beweging? Dat is het niet meer, denk ik. Nee, nee. LTO uh, neemt er natuurlijk afstand van. Agrari actie heb ja. ik ook horen zeggen. Uh, ja. als, als het de grenzen van de wet overgaat, steunen wij het. Precies. Niet. Ja. Um, maar hoe noemen we het nou? Dit? Ja, Gewoon dus, Deze afvalstorten. Ja. Dat er niet mag? Ja, nee, maar zijn dat ja, dan acties? Ze of is het niet, nee, wij schrijven over dit, dit radicaliseren van die acties en de beweging. En dat mm -hmm. we niet weten wie hierachter zit. Kijk, ja. deze Blijf zijn niet het demonstraties opgevraagd. of worden het. Of zijn het politiek gewelddadige acties? we hebben de, de snelwegdumpingen nooit demonstraties genoemd. Oké. Okay. Dus nee. daar gaat het nu vanaf. Ja. Dat kunnen we niet meer uh, zien als een uh, demonstratie of protest. Protest kun je het wel noemen. Maar, maar... geen demonstratie. Nee. Oké. Okay. Ja, het is wel protest, een maar op een... Ja. een wat extremere manier. Ja. ja. Dus zo omschrijf je het voortdurend. Marten Kruijf, ja. Hoe, 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 hoe krijgt, u, krijgt u eigenlijk naar al die dynamiek? Ja, ik kom uit het uh, boerenland uit uh, de Achterhoek, dus ik zit oh. er zeggen uh, middenin de kruising. Ik woon hangt helemaal vol met. Omgekeerde vlag, en dat vind ik een prima symbool om te gebruiken als symbool dat je het ergens niet mee eens bent. Dit gaat te ver, maar je ziet twee dingen. We durven niet te handhaven. Volgens mij kan het niet zo ingewikkeld zijn. Ga dan gewoon eens handhaven. Dan laat je ook zien: hier ligt de grens en niet verder. Dat is voor iedereen ook duidelijk. Dus daar zijn we heel terughoudend in om dat te doen. Het hoeft niet rom, niet, niet ruw en lomp, zeg maar. Handhaven gewoon. Dat is het duidelijk voor iedereen. Ja, hoe doe je dat? Want, want dan, dan moet de politie ja, het, toch wel blauwgeverfde uh, bulldozers het hebben. Kan het kan niet zo ingewikkeld zijn als mensen met trekkers komen om een trekkers te volgen waar ze vandaan komen. Zo moeilijk is dat toch niet? Kom jongens, dat kan echt niet het probleem zijn. Een trekker dus, van de snel Weg afhalen, lijkt me wel moeilijk. Dat is wel moeilijk, ja. maar de mensen veroordelen die dat doen en die achterhalen, dat kan niet zo moeilijk zijn. Maar er zit iets anders op en dat vergeten we wel eens: de onderstroom die is er wel. En de onderstroom waardoor mensen dit doen, als je die niet adresseert en die adresseren hem nog echt onvoldoende, dan voelen mensen zich niet gehoord. Boeren die ik ken, die begrijpen niet dat zij de hele dag werken op het bedrijf en de politiek gewoon vier weken weggaat. Dat kun je wel uitleggen, maar ze begrijpen het niet. Ze vinden een crisis. Urgente crisis, daar moet nu wat aan gebeuren. En leg het maar eens uit dat dat niet zo is. Ik vind het een hele moeilijke. Ja, maar niet, niet gehoord worden of dat niet gedaan wordt wat jij wil, is natuurlijk wel twee ja, verschillende dingen. Dat toch? is heel anders. En je hebt dus middelen zat om jouw kenmerk te laten maken dat je het er niet mee eens bent. Dit gaat te ver. Maar dan moet je ook als overheid laten zien dat dit te ver gaat. En dan moet je ook handhaven. Snel berechten ook, dus. ook. En de en, en berichtgeving daarover, is daar dan nog iets te veel begrip voor deze acties? Nou, dat vind ik heel erg uh, moeilijk. Want begrip, aan de ene kant, als je in de auto zit, heb je geen begrip als je in de file staat. Maar je merkt wel dat onder de boeren zelf er wel veel begrip is. Alleen je moet mensen wel duidelijk maken dat in een democratie mag je een heleboel, maar je mag ook bepaalde dingen niet. En als je als overheid daarop niet handhaaft, dan ga je jezelf ongeloofwaardig maken. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.